In deze weekly gaan we op bezoek bij een leuk tuningbedrijf in Lanaken, dat is van een bekende coureur. Verder hebben we het ledscherm verder opgebouwd, daar staat een en ander tegen, maar we zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. We hebben een Chevrolet uit 1971 die we in opdracht van een klant verkopen. En we laten zien wat er met jou gebeurt als je de eerste keer de launch control gebruikt in een TRX. Blijf kijken, abonneer je op ons kanaal. Ja, in de vorige weekly moest ik de keuze maken tussen twee Porsches. Een Porsche, donkerblauwe Porsche Cayenne Hybrid of deze Porsche Cayenne in het grijs, Porsche Cayenne Coupé. Ik heb gekozen voor deze Porsche Cayenne Coupé omdat ik dan een iets sportiever model vind. Het doet me iets meer denken aan een 911, maar dan wat hoger. Dus ik heb niet alleen daarom voor deze gekozen, maar ook omdat die al een Nederlands kenteken had, terwijl de andere een Belgische auto is en daar had ik nog een paar weken op moeten wachten. Ik denk als het andersom was geweest, had ik net zo goed voor die andere gekozen. Fijne auto, heel veel opties, echt goede optiepakket. Dus ik ga er wat meer van leren en van laten zien. Waar we nu naartoe gaan is een heel jong bedrijf, heel super leuk bedrijf. En die doen iets speciaals met auto's. We gaan er naartoe omdat we ook andere toekomstplannen nog hebben waar we later op terugkomen. En we gaan kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Het wordt geleid door een charmante jonge dame en haar vriend. En haar vriend is een bekende coureur. Hij woont nu in Lanaken. Hij is geboren in het dorpje Heugem. En ja, ik denk dat ze voor hem die PPF-folie hebben uitgevonden trouwens. Want moet ik even kijken hoe ik hier moet rijden. Ja, want hij rijdt zo verschrikkelijk hard dat elk steentje meteen een deuk vormt in de motorkap. Dus daarvoor is die PPF-folie. En dan geef ik eigenlijk al een beetje aan wat dat bedrijf kan. Ja, we zijn er. Een prachtig pand. Het was een oud pand, hebben ze me verteld. Ze hebben het, ja, je ziet, het is alsof het nieuw is. Ze hebben er heel veel werk in gestoken. Niet alleen van buiten, maar zeker ook van de binnenkant. Ga je mee naar binnen? Ja, je wordt je opengedaan. Maaike vertelde nog een heel interessant verhaal over de finish van die 24 uur van Le Mans. Want Robin had een probleem aan zijn auto aan de onderkant, waardoor die niet meer zo snel liep. Plus het feit dat ze ook niet meer de auto konden opkrikken. Dat moest met luchtballen worden opgeblazen en daardoor verloor hij steeds meer tijd. Hij dacht zelfs, en hij zei dat ook over de radio, van ik ga dat niet halen, ik ga dat niet halen, ik ga dat niet halen. Maar de foto van de finish, ja, daar zie je al zo'n beetje op wat er gebeurde. We hebben dat nog opgezocht op YouTube. Dan komt Robin achter een auto nog uit en haalt net voor nummer 2 de finish en rijdt bijna de vlaggenman omver. Bonkers behind him is going to be one of the closest finishes. He weaves through traffic and takes it by 2 car lengths. 7/10 of a second. 7/10 of a second. That was borderline. Wow. That was breathtaking stuff. We zijn bezig met de opbouw van ons scherm. En het gaat natuurlijk niet van een leien dakje. Het lijkt erop dat de frame niet helemaal haaks is. Dan komen we ergens 5 mm tekort. Hier beneden al. Dan krijgen we hier een naadje in dat scherm. Dat willen we natuurlijk niet, want als het hier al fout gaat, zitten we boven helemaal fout. De tegelzetters onder ons, die weten dat. Dus we gaan, misschien moet er alles uit. We gaan het iets beter richten en dan moet dat helemaal goed komen. Ja, we zijn er bijna. We moeten nog een paar blokjes, een paar tegeltjes met leds moeten we. En wat gebeurt nu? Deze balk, daar hadden we in het begin al in de gaten dat die iets te diep was. Die moeten we een beetje optrekken, daar is ruimte voor en dan kunnen we het afmaken. Ik moet zeggen, ik heb het al gezien, een preview. Nou, het is geweldig.
Een paar vrienden van me, van de carnavalsvereniging, die helpen me mee. En dat gaat helemaal goed komen. Je ziet wat een carnavalsvereniging doet. Ze laten gewoon alle rommel liggen, maar ze gaan morgen weer verder. En ik kan niet wachten totdat dit werkt. Concerten kunnen we weer geven. Ja, ik zal jullie even voorstellen. We hebben hier Moreno, Felipe, Normal en Carla. En ik heb Moreno verrassing voor zijn schoonvader. Normal, want die heeft inmiddels zijn 53ste verjaardag gevierd. En de verrassing is om eens een lekker ritje te maken met deze Brute TRX 702 pk. En ik laat jullie zien hoe zij dat vinden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even iets overhandigen. Want we kunnen natuurlijk niet met lege handen Roman naar huis laten gaan. Dus Roman, alsjeblieft. Dankjewel. Een kaartje. En wil ik een present. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Maak hem maar alvast op. Je bent een haarslag voor mij van. Maar dit is echt puur adrenaline. Ja, dit is. Holy shit, man. Vooral als ze begint met een launch control. Maar we halen even versuurs, maar dat gaat niet. We moesten niet naar te kijken. Rem helemaal in, doe je? Ja, heb ik. Gaas bijgeven. Volledig. Los. Dat is het. Heerlijk. Dat waren. Dat gaat voor mij één keer door. Ja, staat ie. Chevrolet 1971. C10 Custom Edition. Afkomstig uit een collectie van een echte autoliefhebber in Florida. Alle documenten zijn aanwezig van Florida naar hier. Onder meer dat hij gereviseerd is door Keith Black. Een 7,4 liter V8, 454 cubic inch motor ligt erin. Uiteraard automaat, elektrische ramen en airconditioning. 1971 spreken we over. Hij heeft speciale velgen met nieuwe banden. Hij heeft een award gewonnen op het wereldberoemde Good Guys evenement. Recent heeft hij nog een TÜV-keuring gehad. Je ziet, het is een Duitse auto. Die auto is van een hele goede klant van ons. Dat is een wijnimporteur in Duitsland. En die heeft ons gevraagd om deze auto onder de aandacht te brengen, zodat hij naar een volgende liefhebber kan gaan. Hij is gebruikt op evenementen voor wijn. En ik kan je uit ervaring vertellen, dat is hele goede wijn. Dus, ben je geïnteresseerd? Neem gewoon contact met ons op. Kom hem bekijken. En God weet, staat jouw nieuwe droom en klassieker bij ons in de showroom.